Goedemorgen, wacht even hoor. Goedemorgen. Heb je nou voordat we vingers slapen nog staat film op balkon? Ja, klopt. Het kan wel laat zijn geworden dan. Zit was de tweede korte nacht. Maar hey. Hey. Vol frisse energie. Ik heb net de kaart van Servië gedownload op Google Maps, want het kan ook tegenwoordig offline maps. Dan kunnen we niet het hotel vinden en ik heb plek om een simkaartje te halen. Oké, dan. Wat heb je trouwens voor super geil shirt? Ja, dit shout-out naar Anus Records, dames en heren. Je hebt wel inkijk, maar... Ja, en is eigenlijk ietsjes te groot, maar fuck it. Dank je, even paard. Hey. Hè? Oké, waar moet ik naartoe? 300 kilometer rechtdoor. Oké. Je bent lekker slapen, Sander. Ja, ik ben zo moe. Ik slaap gewoon eens erdoor. Vrouw in de badjas, droom net voor bij de kassa. Staat vrij krap geparkeerd hier allemaal. En één hand. Zo, moet ik de spiegel inklappen? Gaat het wel goed? Nou, je kunt het zien hè, dat die rijinstructeur is geweest. Die mevrouw die regelt het wel. Dag mevrouw, film je ook eventjes. Zij wilde natuurlijk voorgaan. Zo doen ze dat, de oude vrouwtje, die dringen voor. Wel het meest Bulgaarse shot dat ik heb kunnen maken. Laten we naar België doorgaan. Aangekomen bij de grens. Van Servië. Niet zomaar een grens, want dit is dus ook de EU-grens. Allemaal wat strenger. Ik hoop dat ze niet de hele auto overhoop gaan trekken. Ja, dat ze jouw onderbroeken vinden dan. Nou, we gaan het zien. Welcome to Serbia. Maar we zijn er nog niet. Het is het niemandsland. We zijn net door de controle. Hoe lang zijn je? 13 minuten stilgestaan. Nou, 13 minuten. En daarvoor hadden we al 10 minuten stilgestaan. Ja. Hier kun je nog even naar de wc op de telefoon. Nou, de camera moet weer uit, want we gaan weer de controle. Welkom in Servië. Heb je er zin in? Op de slaap straks, ja, zeker. Oh, where are you busy with? Sander. Weet jij misschien wat ons ophoudt? We moeten een klein beetje om de gaten heen rijden. Maar ja, wij zijn voor geen gat te vangen. Wat voor broodjes vind jij eigenlijk het lekkerst? Ik hou het meest van kadetjes. Eerste keer in zijn leven voor deze man. De eerste keer iemand die niet Servisch spreekt aan de balie. De eerste keer deze simkaart verkocht, want hij keek er echt naar van, verkopen wij dit? En voor de eerste heeft hij een pinautomaat gebruikt. Ik denk die gaat bij de snelheid van de Noord-Zuidlijn. Nou, als het internet ook zo snel is. Maar we hebben hem. 600 kost hij. Hoeveel voetballen is dat? Ja.
ballen aan het likken. Dat ook gebeuren. Internet. Ben je er blij mee? Ik denk dat jij er heel blij mee bent. Ik wel. Mensen daarboven die bergen zitten wel een beetje met hun hoofd in de wolken. Kijk hoe je tenen wel gewassen hebt. Nou, ze waren gisteren nog vies nadat ze in Sofia geweest waren. Ja, jij bent ook een paar keer dwars door de plas heen gelopen inderdaad. Nou ja, dat kon niet anders. Maar ik ben al best wel 2-3 keer misschien uitgegleden. Bijna. In Roemenië, Sofia. En hoe vaak ben ik uitgegleden? Bedoel je fysiek of gewoon... Nou, dan moet je maar weer een muziekje onderzetten om het grappig te maken. Mag ik jou ook nog even filmen in je mooie shirt? Waarom? Die shirt zo mooi. Oh. Staat die aan? Ben ik in de uitzending? Heel mooi. Nee, maar dit, omdat je nu nog straks heel bruin wordt. Echt heel mooi. Ga ik een timelapse maken dat je bruin wordt. Maar dan zou ik nog even blijven staan als het jou was. Oké. Okay. Oh, en we gaan toch live, hè, zometeen. Oh ja, we gaan streamen. We zouden misschien even niks gaan doen in Belgrado, maar ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus we gaan vanavond om 9 uur live, dus dat was gisteravond om 9 uur als je deze spot ziet. Ah. Volgens mij is het vol. Ja. Ik denk dat ik mag betalen weer zeker. Zo, dan ga ik weer een explosie onder monteren. Zie jij wat ik zie in de verte? Het is een tolpoort. Die ligt bij Beograd. Terwijl? Belgrado. Je schilderen ziet er een beetje flats uit hier. Welkom in de hotelkamer. YouTube money. Ja? Great. Een rare kamer is dit, hè? Beetje wel. Maar wel mooi. Ik ga even de gang filmen. Is misschien wel het mooiste. Hebben we ook weer uitzicht? Nou. Nou, mooi. Super mooi. Oh. Ja, je kan het zelf alleen nauwelijks zien, maar je kan de camera hoger houden dan jezelf. Ja. Nou, dat is hartstikke mooi hier. Zeker. Ja, schilderij aan de muur, hè? En wat doe je met schilderij aan de muur? Kijk of dat op de achterkant staat. En check altijd even of er wat op de achterkant staat. Nope. Dat is een tip voor als je ooit in een hotel zit met een schilderij aan de muur. Check altijd de achterkant. Ze hebben dus ook gewoon een zwembad, mensen. De deur kan niet verder open, er zit een stank voor. Nou, als je nu in je handen klapt, zitten we ineens in de auto. Hey Michiel. Ja? Komt die misschien naar Bosnië? Is dat het, ja? Ik weet niet of die de edit haalt, hoor. Zouden die mensen ook flatscreens hebben? Zo, die is goed met knakworst. Die is goed met auto's. We'll be right back.
Ja, en dan moeten wij het doen met rapper Sjors.